Laura, mijn Toch? Hoofd werkt soms okay. anders. Zoals bijvoorbeeld, ik ga een bekentenis doen. Oké. Okay. Ik heb tegen u gelogen. Over? Niet vandaag. De vorige keer dat we elkaar gezien hebben. Over wat? Dat dit een credibele podcast was? Hoi mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Schotens en vandaag zit ik hier met Laura Tesoro. Alles in orde? Ja, met jou? Dik in orde, ik ben blij dat je hier bent. Ik ook, ik vind het een beetje spannend ook eigenlijk. Echt? Ja. Want wij zijn elkaar laatst tegengekomen en toen zeg jij, dit is de eerste keer dat ik echt op een, ik weet niet welk woord dat je gebruikt, maar een... Ja, ik zei een credibele podcast. Een credibele podcast. En ik ben gewoon direct beginnen lachen. Ik dacht van, oké. Okay. Ja, ik heb al podcasts gedaan die ook credibel waren, maar ik bedoel, dat was dan van M&M of Thank You Music, zo, dit is de eerste keer dat ik zo'n independent podcast doe. Ik vind het spannend. Ja. Independent klinkt wel graaf zo. Maar het is toch? Ja, 100%. Ja. Credibel was gewoon het woord waar ik mee moest lachen. Ik weet niet, maar dat is toch een credibel podcast dit? Of ik vind dat super lief dat je dat zegt. Ik wil dat Want geloven. Anders ik vind dat, ik... ben ik terug mee. Ja, ik door. Blijf alsjeblieft nog even. Nee. Want we zitten hier met nog iemand die ik nog niet eens heb kunnen introduceren. Dat is Ilias. Waar zit hij juist? Ah, ik mag kiezen waar hij... Ah, nice. Op strand. Oké, bro. Jij hebt... Dat is waarschijnlijk even warm als hier binnen. Ja, dat is wel warm. Ik heb ook wat zweet hier, joh. Ja. Pas perfect. Ja, ik heb het gewoon zeggen. Ik heb net schoenen aangetrokken, maar ik heb de hele dag op sliffers rondgelopen. Dat is gewoon uit respect voor u. Jullie kennen elkaar. Je hebt hem al eens ontmoet. Weet je dat? Oh my god. Nee. Ik was bij je thuis. Huh? Ja? Weet je echt niet meer? Bent jij een elektricien? Nee. Een ander beroep. Dat ook aan huizen levert. Oh my god, ik weet echt niet meer. Echt. Maar echt, als ik echt. Bij mij thuis, je bent toch niet binnengekomen met de Deliveroo, of wel? Nee, joh. Ah, okay. Maar je bent toch wel naar buiten moeten komen, omdat je het verkeerde huisnummer had gegeven. Oei. Ja. Word je dan, als Deliveroo-driver, word je dan zo je slecht gezien op dat moment? In het begin van Deliveroo werd je betaald per uur, dus dat maakt dan niet uit. Ah, okay. Als er tijd wordt verspild, dan maakt dat totaal niet uit. Maar daarna was dat per bestelling, dus dan zou het wel uitmaken. Maar ik denk dat het toen nog was dat ik per uur werd betaald. Dus hoe meer tijd er werd gerekt, hoe beter. Dus okay. Graag gedaan. Hey. En dat is het moment dat Ilias fan geworden is. Oh my god, sorry. Ik wist het echt niet meer, sorry. Maar ik bestel echt heel veel Deliveroo. Ik denk 7 jaar geleden of zo. Ah, oké. Ik heb echt apps van mijn gsm moeten doen, omdat ik te veel bleef bestellen. Omdat ik elke maaltijd die ik had, was ik op een bepaald punt gewoon van... Boeien, ik bestel dat wel gewoon. Oh my god, ik heb op een gegeven moment... als je zo'n KBC hebt, die doen zo'n round-up elke maand van wat je hebt uitgegeven aan wat. Die liet zien wat ik had uitgegeven aan Deliveroo. Ik ga het niet zeggen, want... Kind, ik ga van die haatcomments krijgen. Ja. Maar dat is zo die pie chart. Dat was er los over. Ja. En toen heb ik Deliveroo verwijderd. Ik heb dat een maand volgehouden. Maar ik bestel wel minder Deliveroo nu. Mm-hmm. Gewoon alles met maten uiteindelijk. Voilà. Ja. Want bij mij was ook... Je hebt dan zo die pie chart dat je krijgt. Hè? Zo dat cirkeltje met hoeveel... En ik krijg ineens van... Je hebt deze maand 20% meer uitgegeven aan eten. En ik dacht van, holy shit. En dat was dan een paar maanden na elkaar dat ik steeds meer en meer bestelde. Oh en dan gewoon besefte van, ik gooi die apps weg. En ik heb ze ook niet meer opnieuw gedaan. Ah, echt? Ja. Jij bent sterker dan ik. En bij mij is dat ook de grootste schijf. Ja, al mijn geld gaan eten. Als je die apps verwijdert, dan moet je gewoon rechtstreeks bestellen. Dan is dat toch duurder? Want... Nee. Want wat je ook kunt doen, bijvoorbeeld, is koken. Nee. Dus... nee. Kookt jij nu? Ik heb een vriendin en die helpt mij met het bereiden van saliergerechtjes. Ah, okay. Dus meer en meer doe ik wel effectief mijn best. Heb jij ooit op kot gezeten? Nee, want ik heb ook nooit gestudeerd. Ah ja, oké. Okay. Helaas, ik heb heel studentenervaring gemist. Je carrière is inderdaad vroeger begonnen dan ik in mijn hoofd had. Ik heb een jaar nog... Ik wou eigenlijk supergraag naar het conservatorium. Mm-hmm. En ik had ingangsexamen gedaan. Dat was de dag na de finale van The Voice. Mm. Dus ja, ik zat daar ook met een mega kater. Dus dat was eigenlijk gedoemd om te mislukken. Dan heb ik op het einde van de zomer nog eens ingangsexamen gedaan. Dan was ik er weer niet door. En dan heb ik een jaar in Antwerpen in het Just gezeten en heb ik zo'n jaar, een voorbereidend jaar gedaan. En dat is het enige wat ik van studie gedaan heb, want dan ben ik weer niet binnengeraakt in het conservatorium en dan dacht ik, I give up. Dat is crazy dat je een carrière als deze kunt hebben en dan toch niet binnengelaten worden in het conservatorium. Ja, ik was er wel door voor mijn praktijk, maar niet voor theorie. Ah, okay. En ja, je moest echt wel een goede basis aan theorie hebben om daar te kunnen volgen. Maar uiteindelijk denk ik dan, het was meant to be, want ik had nooit die studie kunnen afmaken. Mm. Want eigenlijk was ik al aan het doen waarvoor ik wou studeren. Dus ja, dan ben ik gewoon zelfstandige geworden. En sindsdien nog nooit daarmee moeten stoppen. Dus dat is nice. Let's go. Heb je niet heel vaak commentaar gekregen door mensen rondom jou? Mensen die niet in jouw schoenen staan, beseffen misschien niet 1, de opofferingen die je doet. En 2, waarmee je bezig bent. Dus dan gaan ze uit een oppervlakkig gevoel toch zo'n commentaar geven. Waar.
Ik voel wel dat vaak mensen denken, omdat ik dit al heel lang doe, dat dat allemaal gemakkelijk is en dat zo in mijn schoot geworpen wordt. En dat is wel echt niet waar. Maar ik heb dan ook zoiets van, ja, zolang ik dat zelf maar weet, hoe hard ik daarvoor gewerkt heb, dat ook geen zin om mij daarin te frustreren dat andere mensen dat niet willen zien of zo. Dus ja, dat moeten zij weten. Over dingen gesproken die niet gemakkelijk zijn. Uw deelname aan Special Forces was crazy. Thank you. Mijn mama heeft ook elke aflevering interviews. En zo, die Laura, dat is toch echt de straf, hè? Wow, dankjewel. Echt elke thank aflevering. You. Ja, dat was een mega ervaring. Ja. Het was heftig, het was super heftig, maar ik zou het echt direct opnieuw doen. Oké. Okay. Ja, echt, als ze zouden zeggen, we vertrekken morgen terug, dan zou misschien zou ik iets langer willen trainen daarvoor en iets beter. Nu zou ik ook, denk ik, beter weten hoe ik mij moet voorbereiden. Ja. Maar ik zou het echt direct opnieuw doen. Ik vond dat echt waanzinnig. Want hoe heb je je destijds voorbereid? Was het dan... Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk te sporten en mijn fysiek wat op te krikken. Ik ben geen marathonloper of zo, dus ik ben dan wat meer beginnen lopen, omdat ik wist dat we dat daar veel gingen moeten doen. Maar ja, het is niet dat je van 0 kilometer naar 10 kunt gaan, dus ik kon 5 kilometer lopen en dat was uiteraard niet genoeg. Maar ik ben zo wat van alles gaan zwemmen, omdat ik, ja, ik vind dat tof om op vakantie te zwemmen, maar voor de rest, ik ben echt een toeristenschoolslagzwemmer met mijn hoofd boven water. Dus ik dacht, als ik daar in het water gesmeten word of zo, dan moet ik toch een beetje deftig kunnen zwemmen. Dus ik ben zwemles gaan volgen. Jij kwam eraan. Waar is de wildwaterbaan? Dat was super gênant, want ik zei tegen die mensen, ja, zo kralen en zo, dat ken ik allemaal niet, maar ik kan wel schoolslag. Dus je zegt, oké, begin maar met zoveel meter schoolslag. En ik duik de water in, ik zit daar zo echt als een toerist. En die mensen, dat was geen schoolslag. Hè. Dat is wat je leert in de kleuterschool. En ik zo, is dat niet dat dan? Maar blijkbaar is er een hele andere techniek. Dus bleek dat ik zelfs geen schoolslag kon zwemmen. Dus ja. Damn. Ja, ik heb een gelijkaardige confrontatie gehad op een bepaald punt. Omdat ik, als ik mijn veten strik, doe ik dat met twee kleine lusjes. Nog altijd? Ja, exact die reactie kreeg ik toen ook. Dus dat is vergelijkbaar, denk ik. En nu strikt je ze gewoon niet meer. Letterlijk, het is aan gedaan met strikken. Dat is echt gewoon door de hitte ook, dat ik ze direct eruit kan doen als de podcast straks voorbij is. Okay. Ah, maar wat is niet de goede manier als het niet met twee lusjes is? Zie? Ik ben ook niet alleen. Eén lusje en zo'n andere veter daar rond. Ja. Seriously? Ja, dus ik doe één lusje. Wacht, ik kan het niet doen, want ik denk dat ik niet direct kan nu. Wacht, fuck. Eerst zo. Ja, één lusje. Ja, zo. En dan zo. Rond en dan erdoor. Ja. Wow. Voilà. Zo. Dat is gewoon normale mensen doen, inderdaad. Gewoon mensen ouder dan 12. Ja, dat is blijkbaar hoe dat moet. Maar ik heb dat de dag dat we dat allemaal aangeleerd kregen, dan hebben we eerst dus de lusjes techniek en daarna deze techniek geleerd. En toen de leerkracht vroeg, heeft iedereen het begrepen? Zei iedereen, ja! En durfde ik niet nee zeggen. Dus ik heb toen ook gewoon gedaan alsof ik het door had. En toen heb ik nooit meer geprobeerd. Maar ondertussen lukt het dus wel om zoveel tijd. Dus voor Special Forces wist je niet hoe dat je exact moest voorbereiden? Nee. Bent je daarna op een manier blijven trainen? Of... Eigenlijk echt totaal niet. Totaal niet. Ik ben wel al weken aan het zeggen, ik moet er terug aan beginnen, want ik vond het eigenlijk super tof om zo afgetraind tegen spier te zijn. En ik zag van de week een filmpje van mezelf in een topje en ik dacht, oh my god, mijn armen. En die waren toen wel even echt gespierd. Dus misschien moet ik dat terug gaan doen, maar ik ben niet zo'n goede sporter als ik geen doel heb. Ik moet echt een doel hebben. Allee, ik moet voor mijn shows wel in vorm zijn, want mijn shows zijn redelijk pittig, want ik dans en zing tegelijk. Dat ga je niet halverwege. Ja, exact. Ja. Maar ja, ik moet daar geen push-ups voor doen, snap je? Okay. Dus ja. Oké. Dan heb ik een cadeautje voor u. Voor mij? Yes. Eer. Ah, oh, thanks. Mag ik het zo doen al? Of je mag gewoon die flap naar boven. Er een introductie bij. De introductie was, ik heb een cadeau voor u. Is leeg. Wat dat daarin moest, past er niet in. Maar Ilias heeft voor u... Ik heb hem wel. Het cadeau van deze week. Ja, het gaat wel helpen. Zodat jij... Oh my god! Zodat ik mijn armen kan trainen. Echt waar? Mag ik dat echt hebben? Dat is allemaal voor u. Dat is een cashy cadeau. Oh my... Ja, heavy. Zie, exact. Ik kan al beginnen. Hoe nice is dat? Dan kun je gewoon aan uw deur normaal gezien bevestigen. Ja, ik ben even aan het denken, hoe hang je dat op? Ja, ik heb proberen testen hier, maar ik kom er niet aan uit. Ik snap het ook niet. Dat moet op de deur eigenlijk. Maar hier gaat dat niet, want dat gaat naar binnen. Maar je moet op de deur hangen en dan kunnen zo je armen trainen. Amai, goed. Dank u. Hebben jullie ook filmpjes gezien van mijn dikke armen? En hebben jullie dat daarom gegeven? Of... Ik heb niks van dikke armen gezien. Ja, we hebben research gedaan. Nee, alleen geen dikke armen, maar gewoon geen gespierde armen. Dus ik moet gewoon een beetje... Maar voilà, dat gaat nu tegen volgende keer. Heb ik... Het was eigenlijk echt gewoon... Kijk, ik hier komen flexen. Dat is goed. Het was in de hoop dat je dat goed vond. Ja? Want als jij gewoon had gezegd van, ik wil niet sporten, maar ik wil wel gespierd uitzien, had ik dit gegeven. Oh my god. Maar je hebt het...
juiste antwoord gegeven. Oh, daar is het ook echt veel te warm voor, maar ook, veel te warm. Ook wel heel mooi. Ja. Dat is één van de twee. We kunnen straks ook een paar foto's in die pakken natuurlijk. Nee, als je zegt van... Het is helemaal oké. Okay. Summer body pics. Heel mooi. Alright. Het zal voor een andere keer zijn dan. Allee, thanks guys. Mega lief. Dat is ongelooflijk graag gedaan. Ik ga zo hard vloeken op jullie als ik thuis aan het zweten ben dan. Ja. Godverdomme. Dat gewoon ook zo in de weg licht, want je hangt dat zo niet op en dat ligt zo gewoon ergens in... Ik ga er wel echt op hangen hoor. Okay. Ja, anders ga ik daarover struikelen als ik dat gewoon ergens leg, denk ik. Dus ja, nee, dat ga ik niet doen. Dat is misschien handig om te Je kunt ook gebruiken op de grond. Er zijn echt superveel varianten. Echt? Oké, okay. Nice. Ik heb een heel belangrijke vraag voor je. Als uw vriend nu op dit moment zou veranderen in een regenworm, zou je er dan nog mee samen blijven of niet? In een regenworm? Goh, dat is te moeilijk. Ja, ja, hè? Ja, met een regenworm kun je niet zoveel doen. Hè. Moeilijk. Maar het is toch het innerlijk dat telt. Dat is waar. Het is nog steeds uw vriend. Je kunt echt letterlijk niks doen met een regenworm. Kunt hij op je schouder meedragen? Ja. Pak dat de regenworm kan praten. Het is nog steeds een vriend, kan nog steeds praten. En ja, oké. Okay. Ja, ik zie hem doodgraag, dus ik kan mij ook niet inbeelden dat ik erop zou gaan staan of zo. Dus of ik mega zou... vissen of zo, dat zou heftig dat zijn. Zou super dat zou heftig okay zijn. Zo'n per ongeluk. Ik heb al twee katten, dus ja, ik ga wel moeten oppassen dan. Ja, ja, ja. Maar ja, ik zou nog altijd van hem houden. Oké. Okay. Dat wel. Dat is een heel goed antwoord. Ik wel twijfel. Ja. Maar dus, twijfel is heel logisch. Maar je hebt deze discussie nog nooit gehoord? Nee. Het is wel echt een virale discussie geweest al een tijdje. Van mensen die heel kwaad op elkaar worden als het antwoord nee blijkt. Echt? Nog niet mee? Okay. Op TikTok of wat? Maar ik ben een hele slechte TikToker. Ja? Ik ben echt de worst TikToker in the world. Ja, maar ik heb dus de conversatie gehad, maar ik heb het rationeel geantwoord, denk ik. Uit je gezicht? Nee, maar dat is niet het juiste antwoord. Uw antwoord was het juiste antwoord. Ja, ik heb gewoon gezegd, ik zou hem nog altijd graag zien. En dat is het juiste antwoord. Dus heel neemt dat niet zijn. Voilà. Dus kijk, goed gedaan. Goed gedaan. Goed, best goed. Heb jij koolsnaapjes voor je vriend? Ja, het meest zeggen wij baby. Okay. Of regenwormpje. Regenwormpje. Ik ga dat vanaf nu introduceren. Je snapt dat zo niet. Wat bedoelt jij? Maar geen rare dingen eigenlijk of zo. Ja. Baby vooral. Of shoe. Ik zeg ook veel shoe. Want dat zeggen wij tegen onze vrienden. Allee, dat zeggen wij in onze vriendengroep. Dus dat is soms verwarrend. Want als je dan zegt shoe, dan kijkt iedereen. Dus meestal ja, baby. Ja. Zolang dat niet iedereen kijkt terwijl jij baby zegt, dan is het voilà, gelijk, dat is toch? Het belangrijkste. Ja. Ja. Mijn vriendin heet Claudia. Ja? Dus het is Kloots. Klootzilla. Oh, oké. Okay, heftig. Ja. En vindt ze dat tof? Ja, dat is ondertussen gewoon een ding. Normaal, denk ik. Ah ja, Godzilla. Dus jij zou dat niet tof vinden, precies. Ik zou dat precies niet zo. Maar je moet gewoon. Ik heb mijn vriendin misschien nog nooit gezien. Dat is het schattigste dametje dat je je kunt inbeelden. Ja. Is niet de grootste, dus daarom is Godzilla juist. Is dat cute? Ah ja, oké. Okay. Godzilla? Ja. Oké. Okay. Dat is beter dan een regenwormpje. Dat is waar. Ja. Ik zou het wel schattig vinden, een regenwormpje. Ja? Ja, als iemand uw regenwormpje zou doen, zou je dat oké vinden? En je zou niet een klein beetje beledigd zijn? Je zou niet denken, what are you talking about? What the fuck? Ja, oké, okay, ik heb wel die context nodig. Want zonder context een regenwormpje, dan denk ik dat het over andere dingen gaat. Dan zeg ik van nee. Voilà. Dat was ik er net aan het denken. Als ik zonder context mijn lief een regenwormpje ga noemen, gaat hij niet blij zijn. Nee. Akkoord. Heb je eigenlijk merch? Ik heb merch. Maar we koppelen dat altijd aan een bepaald momentum. Ja. Dus nu hadden wij merch laten maken voor de clubtour. Mm. En nu kun je dat ook niet meer verkrijgen. Ofzo. Dus dat is altijd alleen maar... Ik vind dat ook leuk... Want dan is dat exclusief en wie dat toen gekocht heeft, heeft dat. En andere mensen niet. En dan bij de volgende drop is dat dan weer iets anders. Dus ik vind dat wel net leuk dat dat zo wat exclusief is. Ofzo. Mm-hmm. Heb je zo ooit gedacht over andere soort producten dan kleding? Of is voorlopig vooral kleding gebleven bij jou? Ik heb daar al wel over nagedacht. Ik wou eigenlijk super graag zo'n drinkenbus of zo. Okay. Omdat wij on stage ook altijd zo drinkenbussen hebben staan. En dat zijn redelijk saaie, gewoon zwarte Nike drinkenbussen. Mm. Maar ik had zoiets van, zou dat niet graaf zijn als we zoiets iets tof... En dat is dan ook nog eens goed voor het milieu. En ik dacht zoiets. Maar is er nog niet echt van gekomen. Zoiets van eten of zo? Of een... Eten? Ja, of een favoriete snack of iets gelijkaardigs. Maar ik ben echt een mega foodie, dus ik lust heel veel. Okay. Dus ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ja. Gelukkig voor u moet jij nergens beginnen. En hebben wij al een eerste oh my God. Pitch prototype echt? Voor u. Oké, ik ben benieuwd. We hebben een brainstorm sessie gehouden. Oké, pitch het. Ik ben benieuwd. Stel je voor dat je in de avond gaat naar een Laura Tesoro show. En je wilt u in de ochtend al voorbereiden op die show. Oh my god, zijn tresors of niet? Zijn sowieso tresors. En... Zijn sowieso tresors. Wilt u dag goed beginnen met Laura Tesoros.
Is dat iets wat je al vaker gehoord hebt? Ja, maar dat tresor betekent ook gewoon tesoro in het Frans. Okay. Treasure, tesoro, tesoro is allemaal hetzelfde woord. Dus waarschijnlijk als je in Italië tesors wilt kopen, heet dat misschien ook echt tesoro. Ik weet eigenlijk niet. Dus we hadden misschien eens dat design moeten maken. Dat gewoon bestaat. Ja, ik vind het top. Ook een prachtige foto. Ja? Ja, super. Oké, gekozen door Matjas. Dus, heel tof. Ja. Ik lust dat wel echt heel graag. Oké. Okay. Tresors. All yours. Dus, ja, echt. Ja, mag ik dat ook mee naar huis nemen? Eerst dit, dan treinen. Dus... Al goed dat ik niet met de step gekomen ben, want ik had het allemaal niet kunnen dragen. Is er zo'n Fruit Loops? Ja, ja. We hebben ah ja, sorry. Het zijn geen tresors. Het is een beetje een scam. Maar we hebben daar ook een tresor. Oh, ja. Kom, kom, kom. Zie, dat is het probleem. Heerlijk. Ons papier past niet op deze doos. Dus we hebben een andere cornflakes moeten gaan halen. Ik vind het echt top. Ja? Ik vind het goed. Ja, zeg. Okay. Misschien kan ik nu ineens gesponsord worden door Tresor. Misschien kunnen we echt een samenwerking doen. Hoe zou dat zijn? Dat zou... Ik bel jullie 50-50 sowieso. Let's do it. Dat zou zo cool zijn, by the way. Ja, dat is waar. Je hebt zo mensen die hun eigen frituursnack hebben, wat dat ook ziek is. Maar als jij echt zo'n collab kunt hebben... Dat zou echt gaaf zijn, eigenlijk. Ja. Ah, wel, ik hoop dat ze kijken. Het design is klaar. Het is hier. Zie, ik ga even dat kussen. Sorry, dat is echt al kletsnat. Ik ben echt keihard aan het zweten. Dat is niet normaal, maar dat is zo'n raar stofje ook. Ja, maar gooi het weg. Ik kan die van mij ook wegdoen, eigenlijk. Want het is inderdaad... Het is echt... Sorry. Dat is oké. Maar als iemand een nat kussen van Laura Tesoro wilt kopen... Ja, dat is goede merch. Dat is pas goede merch. Over snacks gesproken. Sommige snacks smaken, naar mijn mening, lekkerder door de manier waarop ze verpakt zijn. Dat is waar. Een kindersurprise. Lekkere chocolade. Maar ik heb er nooit zoveel gegeten in mijn leven als daar geen speelgoedje in zat. Maar eigenlijk koop je dat toch ook alleen maar voor dat speelgoedje. Anders kun je toch eender welke chocolade... Exact. Eten. Maar dat is zo slim gezien, want ook Capri Sun vind ik lekker. Zou niet even lekker zijn uit een 1 liter fles. Nee, dat is waar. Dat is belangrijk dat in dat pakje zit. Dat is hetzelfde als cola uit een blikje of uit een plastic fles, is niet hetzelfde. Dat smaakt anders, of Pepsi. Ah ja, sowieso. Voor mij mocht je merken zeggen, hoor. We zijn hier met niemand geassocieerd. Wat ik daar zeg is niet helemaal waar, dat we met niemand geassocieerd zijn. Want vandaag hebben we een nieuwe sponsor, namelijk Era Baby. Ik zelf heb mijn neus hier helemaal niet gewerkt door hooikoorts, stofallergie en al die shit. Maar Matjas hier gebruikt al... Hoe lang? 2 jaar. 2 jaar lang zijn eigen Arab. Willy gebruikt een Arab. En... Ik ga u er ook een geven. Oh. Ik heb vandaag deze doos met allemaal Arab smaken aangekregen. Deze. Oh mijn god. Dat is oprecht enthousiasme. Wow. Toen ik tegen Ilias zei, wilt jij meedoen met een ad voor Arab, heeft hij dit berichtje zitten. Zolang ik maar aan die fles kan zagen. Arab gebruikt technologie waar je met geur smaken kunt proeven. Dus dat je gewoon water kunt drinken en zonder suikers of zo toch het gevoel kunt hebben dat je een andere smaak proeft. Is blauw een beetje de juiste kleur voor je? Ja man, dit is prachtig. Pas bij je ogen. Dat is nice. Dat soort bruine ogen. Oh. Welke smaak wilt je proberen? Raspberry lemon. Alright. Dit wordt sowieso mijn smaak. Als je nu de dop zo hebt, dan komt daar gewoon water uit. Dan heb je geen smaak. En als je die hier naar boven trekt, dan komt de geur mee. Eerst water in. Oh man, zalig. Maar echt, hè? Het is echt geweldig, maar ja. Okay. Ik weet niet wat er met jou aan de hand is, maar het is echt gewoon alsof er niet gewoon alleen water in zit. Ik ben blij dat het werkt voor je. Dankjewel. Fucking jaloers. Ik wou dit al zo lang. Als jij nu denkt, wow, ik wil ook wat Ilias heeft, check arab-punt.com en gebruik de code GOSSIP15 voor 50% korting op uw eigen fles of op smaak. Water is ook sowieso veel beter dan alle frisdranken dat je kunt drinken tijdens de zomer. En 1 herbruikbare fles is veel beter dan alle kleine plastic flesjes die toch weggegooid worden. Dus arab-punt.com en gebruik GossipGuy15 voor 15% korting. Allright, dan gaan we verder praten over snacks met Laura. Je hebt zo van die ijsjes in schatkistjes, die blauwe. Amai, van vroeger. Ja. Dat je zo op de speeltuin in Nachtigallenpark konden dat zo... Exact. In Nachtigallenpark ben ik nu niet persoonlijk, maar gewoon bij de ijskok. Ah ja, geen Nachtigallenpark. Ik weet niet waarom, dat triggerde even een herinnering van Nachtigallenpark. Wat was je go-to ijsje als je dan in het Nachtigallenpark aan het spelen waard en de ijskokker stopt daar? Als ik echt iets mocht kiezen, maar zo van de ijsjes die al bestaan en niet bolletjes en zo, hè, dan koos ik altijd voor zo'n cornetto, maar je hebt zo'n extra large cornetto. Oh. Dat met zo'n zotte slagroom precies op. Ik kocht altijd dat, want dat was het grootste. Oké, okay. Jij dus had ik het langst denken, geniet waar van. Voor mijn geld of voor het geld van mijn ouders. En dat had alles. Ijs, zoals slagroomsmaak, chocola, koekje, alles erop en eraan. Allemaal wel goed. Wat jij misschien? Ik mocht nooit kiezen, man. Het was voor mij ofwel de, ofwel de bolletjes ofwel diks. Dus dat was echt gewoon een vanille chocola. Oké. Maar bolletjes ook, maar ik pak al heel mijn leven hetzelfde. Stracciatella,
standaard. Is wel gewoon een solide keuze. Zelfs als dat drie bollen zijn, hè? Drie bollen stracciatella. Okay. Gewoon. Ja, ja, ja. Dat is dan wel weer interessant. Dat is wel echt crazy. Echt geen andere dat je lekker Nee, maar ik vindt? Ben echt zo iemand die altijd hetzelfde, ook in de frituur, standaard, dezelfde snacks. Of ik moet echt al zot doen, maar meestal altijd hetzelfde. Zot. Ja. Zot doen. Ik denk dat ik op dat vlak een beetje hou vast voel in mijn leven. Okay. Alles is altijd zo chaotisch en zo. Elke dag is anders, ik heb geen ritme. Ja. Mijn frituursnack is altijd hetzelfde. Mijn bolletjes is altijd hetzelfde. Wat is een frituursnack? Ik eet veel, dus niet verschieten. Maar ik heb 2 curryworsten speciaal, chicken nuggets en frietjes met mayonaise. Dat is inderdaad een van de grotere frituur. Dat is een goed pakket. En als ik echt iets zot doe, dan durf ik 1 curryworst speciaal ook wel eens iets wisselen voor iets anders. Okay. Maar meestal 2, want ik vind dat zo goed. Als dat op is, denk ik altijd, ah, dat is op. Ja. Dus daarom pak ik er altijd 2. Ja. Dus ja. Dat je niet meer het gevoel zit van, ah, dat was te weinig, maar dat je eigenlijk denkt van, fuck, dat was iets te veel. Ja, maar dat heb ik standaard. Ja. Ik heb altijd spijt. Eet je dat ook altijd in dezelfde volgorde? Wow. Oeh, goeie vraag. Ja, maar dat doe ik wel. Ik eet wel echt in een vaste volgorde, altijd. Ik kan heel veel variëren in wat ik eet, maar het moet wel in een vaste volgorde zitten. Ik wel ook. Eerst al mijn chicken fingers, echt 2 of misschien 3. Zeker als er zo'n duidelijk onderscheid is tussen niet lekkere en lekkere dingen. Dan maar waarom zou je niet lekkere frituursnack bestellen? Maar nee, niet snacks, maar in het algemeen met maaltijden. Ik eet sowieso niet. Vroeger, als ik de groentjes had, dan... Ah, ja, ja. Eerst het niet lekkere en dan het lekkere tot op het einde. Dat deed ik vroeger ook. En dan was mijn papa, had hij dat op een gegeven moment door en dan at hij dat op. Het lekkere? Ja, omdat ik dat te lang had laten liggen. Wow, dat is... Om mij te leren... Je had gewoon een limiet. Gewoon om mij te leren dat ik dat... Ik weet eigenlijk niet wat hij mij wou leren. Dat was echt eten in een deadline. Ja, dat was zo van... Hij wou mij leren hoe belastingen werken. Ik denk dat hij dat... Hij vond dat gewoon onbetond dat ik dat liet liggen en dat dan koud werd. En die had zoiets van, eet gewoon normaal, alles tezamen zoals het hoort. Heeft het gewerkt? Ja, ja. Okay. En nu had ik het lekker als eerste op, omdat ik dacht, ja, dan kan hij dat weer opeten. Dat gaat weg zijn. Ja, ja, voilà, dus zonde. En dan dacht je van... Gaan mijn groentjes nu ook op eten? Ja, maar dat gebeurde niet, helaas. Fuck. Nee. Oké, goede frituurbestelling wel. Ik zeg, dat is een vraag die hier vaker voorkomt. En denk jij een van de grootste dat we gehoord hebben? Zeg, dat kan niet. Er zijn toch mensen die meer eten dan... Maar even, een Biggie Burger is veel zwaarder dan chicken nuggets, hè? Just saying. Ja, het was geen dis ook niet. Nee, dus maar... De curryworsten zijn inderdaad... lichter dan... De meeste mensen pakken wel een hamburger ook. Dus ja, dan kun je de meeste maximaal 2 een snacks. Een curryworst speciaal? Een curryworst speciaal is toch een gewone, hè? Niet zo'n Romeo extra large, hè? Zo eet ik er geen 2. Maar zo'n gewone curryworst speciaal... Ja. 2. Moet kunnen. Zeker. Ik zou er 8 kunnen eten, dus ja. Curryworst speciaal? Dat wil ik zien. Ik zou echt kunnen. Ja? Ik hoor een challenge. Volgende video, volgende podcast. Hoeveel tijd denk je dat je nodig hebt om 8 curryworsten speciaal binnen te steken? Hoe lang jij nodig hebt of hoe lang ik nodig heb? Hoe lang heb jij nodig? Ik ga geen 8 curryworsten kunnen. Nee, dat gaat niet. Maar je kunt zeggen, als dat bij u een dag duurt... Ah ja, op een dag eet ik wel 8 curryworsten. Ja. En is dat uw kortste tijd? Op 2 uur, maar denk ik. Maar je krijgt er iets voor, hè? Op 2 uur zou ik... Nog een curryworst. Nummer 9. Nee, ja, 2 uur misschien. Maar als ik dat allemaal achtereen... Oef. Want je moet het binnenhouden ook, hè? Ja. Anders stelt het niet. 2 uur. Als ik weet dat ik 2 curryworsten eet op pak 20 minuten tijd, dan moet 2 uur moet ik er echt kunnen eten, of niet? 2. Ongeveer. Dus dat zijn er 4 op een uur. Ja. Ah, voilà. Ik wil zeggen dat dat u lukt. We gaan dat toch niet testen, hè? Wat? Kom maar binnen. Stel je voor. Kom maar binnen. Frituursnacken. De puntzak is hier met curryworsten. Ja, dat is ook elke frituur ooit. Ja, de puntzak. De puntzak, het hoekje. Het pleintje. De brug. Nee, ja. Of wat ik echt een goeie vind hier in Antwerpen, Arepa Patat. Ook een topnaam, vind ik. Maar dat is uniek. Dat is uniek, hè. Ja, Arepa Patat. En die maken van die... het water loopt al in mijn mond. Zijn zo van die bakjes met frieten. En je kunt dan je vlees en zo daarop. Zijn ook allemaal Antwerpse namen. Zo de toe. En de chauffeurke en zo. Allee, allemaal van die, dat is ook zo op zijn Antwerps geschreven. Moet dat echt eens doen. Echt heel lekker. Oké. Over iets gezonder gesproken. Ja. Ik heb hooikoorts. Oh, ik heb dat gezien in uw filmpjes op TikTok en op Instagram en amai. Overal. Dat is mijn persoonlijkheid een beetje geworden. Ja, ik zie overal uw snot, stof. En ik ben zo aan de TikTok-trends aan het proberen van wat dat er werkt. Ja. Een van die trends was drink een gembershotje. Zeg jij het zitten om met mij een gembershotje te drinken? Ah, oh, ja, dat is goed. Ja? Ja, ik wist dat wel graag. Ja? Oké. Ja, ik niet.
Ah. Ik vind dat echt smerig. Ah, ik heb wel zo van die periodes dat ik dat 's morgens doe in de winter om zo gezond te blijven. Ja, maar dat is... voor mijn weerstand. Ja, ik voelde mij heel erg wel een influencer toen ik het aan het kopen was. Ik heb zo het gevoel dat dat echt iets is wat dat de healthy dan ook lifestyle... Zo'n van, en nu ga ik in... Nog niet, maar wij gaan dat doen. Wat gaan dat nu doen? Nu. Oh my god, ik ga een TikTokster worden. Maak wat is mijn lemon? Kun je dat nu geven? Matthias, this is for you. Amai, maar dat is wel echt het grootste shotje dat ik ooit heb gezien. Ja, het is niet dat is een geen shotje meer, hè? Het is een dubbel of zo. Yep. Ik doe dat als ik stemproblemen heb ook. Oké. En hij heeft zo net zo een beetje hees gezicht. Ja, misschien ik heb helpt een heel het hees gezicht. Dus misschien klink ik zelfs super helder. Oeh, alright. 3, 2, 1. Wow. Dat is echt te veel. Dat is veel te veel voor een shotje. Amai, ik moet eerlijk zeggen, dat is niet het beste shotje dat ik ooit heb gedronken heb. Ik heb al heel veel beter. Dit zou een van de slechtste dingen kunnen zijn dat ik ooit gedronken heb. Kijk, je bent zo ook aan het wenen al. De hooikoorts wordt erger. Het is hierom dat ik het net gedronken heb, om niet te moeten wenen. Ja, ja. Fuck me. Oké, okay, TikTok-trend busted. Er zijn wel echt betere ginger shots dan ja dit. Yo, ik voel me heel warm ook ineens. Ja. Mijn hoofd is heel warm. Ik voel een beetje hier zo wat branden. Zo. En je voelt dat zo door je slokdarm ja naar beneden. Nee, nee, niet goed gekeurd. Maar je zegt dat je gemmershot dus wel dronk voor je stem. Of ja, drinkt voor je stem. Ja. Voor iemand die zoveel bezig is met haar stem als jij, stuurt jij spraakberichten? Oh, ik stuur superveel spraakberichten. En ik zou dat echt niet mogen. Ik ben ook een beller. Okay. In de auto en zo. En eigenlijk zou ik mijn mond dan moeten houden en mijn stem moeten laten rusten, maar ik ben een babbelaar. Ik weet niet of je dat al gemerkt hebt, maar ik babbel graag. Dus ja, dus ik stuur wel graag spraakberichten. Ja. Maar eigenlijk zou ik dat beter niet doen. Weet jij op voorhand wat je wilt zeggen als je spraakbericht opneemt? Of ben jij tijdens dat je gaat opnemen bent nog aan het denken van wat ga ik eigenlijk zeggen? Oh, ik ben iemand die van die veel te lange spraak mee was. Ik begin ook 500 keer opnieuw en dan dat is altijd zo als je zo in dezelfde energy wilt. Zo hahaha, en dan zo ah fuck en dan zo opnieuw beginnen. Ja, snap je zo? Of dat zo per ongeluk verwijderd nadat je echt een heel verhaal hebt verteld en dat in plaats van te verzinnen, is dat weg dat je denkt, godverdomme. Ja, exact. En dan probeer ik dat echt even enthousiast te doen, maar ja, moeilijk. Vooral dat, als iemand zo een grappig bericht heeft gestuurd en je wilt je spraakbericht beginnen met een lach. Ja. En de eerste keer is dat oprecht en dan denk je, dat was eigenlijk wel leuk, maar de rest van het spraakbericht klopt niet. En dan nog eens lachen, dat is weird, hè. Ook zo iemand die altijd mijn spraakberichten terugluistert. Oké. Okay. Zijn jullie ook zo of niet? Dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik gewoon soms besef van, dat was eigenlijk veel te lang. Sorry. Ja. Matjes vooral. Dat maar, denk ik ook vaak. Ja. En dan denk ik, ga dan nog eens terugluisteren om eens te horen of dat echt, heb ik nu iets nuttigs gezegd of niet? Of zo? Of is het echt een nutteloze spraakmemo en moet ik hem verwijderen voor iedereen en het opnieuw sturen? Dus ik luister wel altijd terug, heel raar. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat dat wel even checken of dat wel oké was. Ja. En halverwege denk ik dan, oh nee. En verwijder je dat ik terug? Nee, maar dan stop ik mijn luisteren. Okay. Speelt jij spraakberichten af aan een normale snelheid of maal 1,5 of zo? Ik snap niet waarom mensen dat zouden doen. Als ik de enige manier waarop ik dat doe, is als dat per ongeluk is. Okay. Dat ik zo per ongeluk... Dat ik zo denk, de eerste keer dat ik dat deed, had ik dat ook niet door dat dat een nieuw ding was of zo. Ik vind dat heel raar. Voor mij is het gewoon, als ik zie dat een spraakbericht meer dan een minuut is, dan denk ik van, wow. Ik wil gewoon even, dan moet dat even voor mij persoonlijk sneller voorbij zijn. Toen dat ik mijn lessen volgde online en ik zette inderdaad op 1,5 of 1,75. En ik kwam eens in de aula voor het eerste semester. Ja. En ik dacht dat er een andere professor was, omdat die gewoon niet de stem had dan die ik in mijn hoofd had. Op één luisteren gaat gewoon niet meer. Nee, exact. Dat is zo traag, dat slow motion. Ja, ik kan me dat dus echt allemaal niet inbeelden. Ik ben nog nooit in een aula geweest. Ik heb nog nooit een online les moeten volgen. We zouden eigenlijk gewoon eens moeten doen. Een excursie naar een aula. Ah, jawel. Ik heb eens één keer, maar dat was niet in een aula, maar ik ben wel eens één keer naar Thomas More gegaan, omdat mijn beste vriendin, die geeft daar Excel. En ik heb eens een Excel-les meegedaan, want ik kan totaal niet met Excel werken. En ik dacht, en dat was echt zo mee, hoe heet dat? Oh, sorry. Ik heb echt goed opgelet. Formules en zo. Okay. En ik vond dat super interessant. Maar dat was ook goed. Na 3 uur dacht ik ook, oké, tof dat ik dat eens heb meegemaakt. Goed dat ik geen student ben. Je hebt wel echt efficiënt je tijd aan de hogere school gedaan. Man. Echt zo van, ik heb deze nodig. Dus ik ga even 3 uur doen. Tegen het eind van die 3 uur snapte het. En dan ben je weggegaan. Maar ik gebruik nog altijd geen Excel. Dus ik ben zo de sukkel die tabelletjes maakt in Word. Oké. Je moet even zo gewoon op papier tekenen en invullen en de foto's sturen. Maar ja, dat zou ook. Dat doe ik met sommige dingen. Als ik zo... Ik ken het van die workouts. Als ik mezelf wil motiveren om zo
28-day challenge en dan ben ik echt zo iemand die 1, 2, 3 tot 28 op een papier schrijft en dan ophangt dat ik dat kan schrappen. Maar dat werkt wel echt motiverend. Ja, toch? Vind dat doe ik dan niet met de tabelletjes op Word, want dat duurt te lang. Ja, inderdaad. Maar dat was een slimme manier, hè, om gewoon zo wat lessen uit te pikken waarom je echt gewoon leren gewoon binnenwandelen. Want je kunt overal gewoon binnenwandelen. Ja. En er wordt bij geen enkele aula gecheckt of je effectief student bent. Maar exact. De leerkracht gaat dat toch zien, want u heb ik hier nog nooit gezien. Nee, nee, want er zijn zoveel leerlingen die... Ah, ja, maar in een aula, ja, ik ben nog nooit in een aula geweest. In een aula misschien niet, maar toen was dat gewoon in een, in een klaslokaal. Ja, dat is inderdaad anders. Maar als echt een professor is die een aula van 200 man elke week heeft en elke week zitten daar een paar mensen bij die nog nooit een les gevolgd hebben dat semester, dan eigenlijk kan dat wel doen. Maar als jij nu gewoon zo'n aula binnenstapt, dan heb je geen cursus of niet? Of is dat niet meer cursussen? Nee, wordt echt gekeken. Maar je kunt toch niet volgen dan? Ja, het is eigenlijk meeste mensen klappen gewoon hun laptop open en kijken een serie. Dus... Ja, allee, dat is mijn ervaring. Ja, 100%. Ik heb echt al vaak gelegen, echt gewoon geslapen. Ja, echt? Ja. Dan kun je toch beter thuis blijven, dan slaapt het toch beter? Nee. Ik heb... Als je thuis blijft, voelt je je schuldig. Exact. En als je naar de les gaat, dan ben je op z'n minst daar geweest. Ah ja, ik snap het. Ja. En dan zit je je serie aan en dan voelt je achteraf toch ook een beetje schuldig. Je maakt jezelf wijs dat je onbewust kennis hebt geabsorbeerd. Alleen zie, ik heb echt iets gemist. Soms denk ik, jammer, het studentenleven. Ja, dat is niet het beste deel aan het studentenleven, maar het is wel heeft ook zijn charme. Jullie zijn toch geen student meer, of wel? Sinds dit jaar niet meer. Jij wel? Binnenkort. Hoe oud zijn jullie? Sorry dat ik dat niet weet. Dat is okay. Maar ik ben niet iemand die dat deepdived in uw leven voor dat. Sorry. Allemaal oké, allemaal oké. Ik weet alleen dat je heel zware hooikoorts hebt. Dat is crazy dat ook zo... Ik besef nu dat er mensen zijn die alleen dat van mij voorbij zien komen. Ja, dat was echt het ene filmpje na het andere. Ik dacht, okay. Ik weet daar ook niet... Zelfs als je dat filmpje niet uitkijkt, dan is dat nog duidelijk. Ja. Of zo. Ja. Het probleem is dat zo'n groot deel van mijn leven tegenwoordig. En als iemand die letterlijk... Ik verkoop mijn privacy, dat is mijn business. Als in, ik ben constant dingen aan het delen van mijn leven. En als ik dan elke dag een hooikoortsaanval heb, dan is dat gewoon deel van mijn leven en is dat deel van mijn content. Vind je dat soms niet moeilijk dat iedereen alles van u weet dan? Allee, behalve ik dan, sorry. Maar niet alles. Ik ben ondertussen wel veel selectiever geworden in wat ik deel. Maar dat is een periode geweest dat ik echt ook zo elke dag 20 stories had. Gewoon omdat ik dacht van, ah, dit is grappig, dit is grappig. En dan deel ik veel meer. Maar ondertussen is dat ook wel... geminderd hoor. 20 stories, je zou zo'n persoon zijn dat ik mute. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat gedaan hebben. Ik kan niet liegen. Maar dus bij deze, het doet dat niet meer, unmute hem. Ik heb wel mensen gehad die dat echt tegen mij zijn komen zeggen van, ik vind je echt chill, maar ik heb je stories gemute. Ik denk dat soms denk ik echt, ik moet wel stories verwijderen, want ik heb al te veel gepost vandaag. Dat doe ik ook wel. Ik doe dat echt zo. Ik laat dat er geen 24 uur op staan soms. En soms denk ik, ik wil dat er 24 uur laten opstaan, want ik wil dat ooit nog eens kunnen terugzien. Ja. Maar, want als je dat verwijdert, kun je dat niet meer zien. Hè. Mm. Maar ik denk dat wel. Ik overdenk alles wat ik post. Mm. Ik ben echt totaal niet echt op Instagram. Nee, ik ben echt een mega catfish. Ja. Dat is grappig om dat van jezelf te zeggen. Ik vind dat echt, ja. Maar ik kies daar ook wel bewust voor. Want voor mij is dat... Mijn brand is ik als artiest. Ja. En niet per se hoe ik naar de supermarkt ga of wie ik in mijn privéleven ben. Dat is wel dezelfde persoon uiteraard. Ik doe me niet anders voor of zo. Maar ik vind dat wel tof dat dat een soort van... Dat daar een beetje een verschil in is. En dat ik zo een deel privé echt privé kan houden. Ik denk ook wel dat het nog wel funny kan zijn mocht je wel eens gewoon een foto posten dat je naar de supermarkt gaat of zo. Ja, dat is heel soms ook. Maar dan is dat zo'n story dat dan 24 uur verdwijnt. Want... Ik zou het nog wel funny vinden als jij gewoon zegt van... Gast, ik ben in de supermarkt. Moet er nog iemand iets hebben? Als jij een selfie post, gewoon in jogging in de supermarkt... Met zo'n doos diepvries curryworsten. Ja, maar ik denk dat dat echt nog wel goed zou gaan. Maar nee, want dat zijn dus de momenten dat ik denk... Ah nee, ik ben in de supermarkt. Ik vind het altijd raar als mensen mij aanspreken in de supermarkt. Niet dat ik dat erg vind, maar dat voelt zo altijd... Ik denk dan zo, oh nee, die zien wat ik in mijn kerp liggen. En ik vind het dan ook altijd gênant als je kerp zo vol tampons en zo ligt. En dat is eigenlijk helemaal niet gênant. Dat is super normaal dat je dat nodig hebt elke maand. Maar toch denk ik altijd zo, oh nee, wat gaan mensen denken? En dan denk ik... Ja, eigenlijk maakt dat niet uit, maar toch, ik overdenk echt heel veel. Mm. I get it. Je hoort constant van heel veel kanten heel veel meningen. Ja, en op een duur begint je te veel na te denken. Ik moet wel eerlijk zeggen, sinds de Special Forces, daar ben ik echt wel op mijn lelijkst ooit op tv geweest. Dus sindsdien kan ik wel beter relativeren. Okay. Zo, daarvoor was ik altijd van, nee, ik kom niet op tv zonder schmink of ik wil geen foto's zonder make-up of whatever. Terwijl nu denk ik zo, wow, ça va wel. Alles is beter dan dat, hoe als je het toen uitzag. Een nieuw referentiepunt heb je soms nodig. Ja, zo ergens dat je weet van, het is erger geweest. Dus ja, en het is ook oké om lelijk te zijn. Dat heb ik ook wel even... Allee, ik dacht echt, oké. En dat heb ik wel ook gepost op mijn Instagram. Dus ik ben eigenlijk niet meer zo'n catfish sinds de Special Forces. Maar lelijk te zijn is ook een overdrijving. Gewoon om niet... U volledig in mijn outfit dat jij je comfortabel in voelt en zo. Dus ik snap dat helemaal buiten je comfortzone. Ja, echt wel. En zo, dat zo
iedereen zie hoe dat je eruit ziet als je wakker wordt. Zeker als dat zo maar na 2 uur slaap is in een veldbed waar het 10 graden is amper. Dat was wel heftig. Dan dacht ik, oh my god, iedereen ziet dit. Maar kijk, het kan altijd erger. Dat was zo de steekzin van die week. Dus ja. Dat was inderdaad het slogan gewoon. Ja, dat was echt de slogan van de week. Elke keer als wij iets moesten dragen, dan zo'n jerrycan van 20 kilo, dan was het kan altijd erger. Het kon nog 70 kilo zijn. Oké, dat is waar. Dat is echt mijn nieuwe levensmotto ook sinds ik terug ben. Ze hebben mij gevraagd om mee te doen op een bepaald punt. Echt? Waarom heb je het niet gedaan? Omdat ik heel slecht ben met autoriteit. Ah, echt? Omdat als in, ik kan dat soms niet serieus nemen. Ah, ja. Als in leerkrachten of zo heb ik nooit echt een probleem mee gehad. Ik was niet een probleemkind, maar als ik zo vroeger door Leuven wandelde en ik zag van die clubs of zo en iemand die aan het roepen was op studenten die op hun knieën zaten, ik dacht altijd van, joh, ik zou dat niet kunnen. Ik zou in de lach schieten en ik zou wegwandelen, want dat is niks voor mij. Maar ja, nu geef je daar ook zo'n voorbeeld. Ja, tuurlijk, maar... Ik vind wel... Maar dat is een ander voorbeeld, maar ik bedoel ook een soort drillsergeant. Ik kon me niet voorstellen hoe het eruit zou zien. Dus ik dacht dat er een drillsergeant in mijn gezicht aan het roepen zou zijn en dat ik niet anders zou kunnen dan gewoon dan beginnen lachen, grijnzen. Ja. En dat ze dan op dat punt beseffen van die gast gaan viseren en is de eerste die straks gaat wenen op tv. Ah, ja. Dat was in mijn hoofd het scenario. Ah, nee, maar ik was er ook bij. Ik heb sowieso eerst geweend. Dus dat is helemaal oké. Ja, als maar, ik had geweten dat jij eerst ging wenen, ja, dan had je ook kunnen meekomen. Maar nee, dat was wel het fijne. Dat ze waren wel streng uiteraard, maar het was wel altijd met heel veel respect. Ja. En dat is wel het belangrijkste. Dat vind ik ook het verschil tussen zo tegen iemand staan roepen voor geen reden of... Ja. Of meer respect en echt iets willen bijleren. En dat was wel het verschil of zo. Wat toen ik het dan gezien had, was inderdaad duidelijk dat het een heel andere ervaring was dan dat ik in mijn hoofd aan het opbouwen was. Stel, er komt een seizoen 2, zou je het doen? Nu dat je weet wat het is. Ik kan nu trainen. Nee, ik zal zeggen wat je moet doen. Je moet mijn ding lenen hier om je op te trekken. Ik wou letterlijk dat zeggen als jij mijn personal trainer wordt voor de weken daarvoor. Maar je kunt je daar wel echt niet... Je bent daar nooit klaar voor of zo. Nee. Daar ga ik je op voorhand al zeggen. Je kunt wel alleen fysiek natuurlijk op je best zijn, maar je bent nooit klaar voor de combinatie van al die situaties. Mm. Het niet slapen, het mentaal en fysiek kapot zijn en zo. De opeenstapeling van dingen, nooit weten wanneer het stopt en zo. Je bent kapot en je denkt, oh, maar ik kan niet meer. En het is gedaan, alsjeblieft, laat het stoppen. Je bent aan het hyperventileren en je krijgt zo'n ding op je hoofd en handschoenen aan en je moet beginnen boksen. Zo. Dat is echt, toen dacht ik echt, what the fuck, ik ga doodvallen. Mm. Ik kan niet meer. Dus dat zijn zo van, ja, je weet nooit wat het laatste is. Je denkt dan, oh, het is gedaan, we mogen gaan slapen. En dan staan ze na een uur aan je bed opstaan. Dus daar kun je wel niet voor trainen of zo. Het hangt er ook vanaf wat dat je mindset is of zo. En met welk idee dat je daar naartoe gaat. Dus ja. Ik kan er sowieso nog eens over moeten gaan. Ik denk dat het gewoon 8 curryworsten wordt voor ons. Ja, ja. Ook knap als je dat curryworsten. Dat is ook knap. Inderdaad. Curryworsten bootcamp. Wij met twee. Wat is de laatste keer dat jij je middelvinger hebt opgestoken naar iemand? Maar ik dacht echt, wat gaat er nu komen? Mijn middelvinger? Ja. Ik denk dat ik dat zo eens 1 keer ooit in de auto heb gedaan. En dan dacht ik echt, wat heb ik net gedaan? Dat ik zo, echt road ik was rage. Echt boos. Maar dat is wel al lang geleden. Hè. Maar ik herinner me dat ik dat echt eens gedaan. En dat ik zo, fuck you. En dan dacht ik, wat heb ik net gedaan? Ik heb net mijn middelvinger opgestoken. Hoe oud ben ik? Ik weet nog dat ik toen echt met mijn eigen ben beginnen lachen. Ja. Volgens mij had hij dat eerst gedaan. En heb ik dat zo teruggedaan. En dan dacht ik, heb ik mij nu net verlaagd tot zijn niveau? Ja. Echt reflex even. Ja, echt reflex. Dat was ineens sterker dan mezelf. Maar dat is wel al lang geleden. Zo. Zeker 2 jaar. Maar nee, eigenlijk doe ik dat echt nooit. Ik ben wel een roeper in de auto. Maar ja, dat hoort niemand. Hè. Alleen ja. Ik. Ik kan wel echt zo... Aan de kant! Rij fucking rechts! Ja, zo dat wel. Ik had laatst eens gevraagd naar wat zijn kleine frustraties die jullie hebben op Twitter. En er kwamen ook heel veel mensen die zeiden, ja, mensen die traag wandelen, vlak voor mij, zo'n ding. Ja, maar zie, dat is weer... Ik heb daar geen geduld voor. Ja. Ik denk, aan de kant! Zie? Ja, de kant. Maar je bent dus niet de enige. Ah ja, dat heb ik ook al. Echt, dat kan ik ook niet tegen. Of zo mensen die... in het midden van de straat ineens beslissen om te blijven staan. Ja. Dat je zo daar bijna opbotst en zo denkt, oké, we gaan... Of mensen die, oké, sorry, nu ben ik vertrokken. Die zo aan een zebrapad gaan staan en niet oversteken. Maar als je niet met een auto rijdt, weet je niet hoe vervelend dat is. Maar dat is echt heel vervelend dat je met de auto stopt en iemand staat daar gewoon te chillen met zijn gsm. En dan denk ik, maar wat gaat je nu doen? Want op het moment dat ik doorrijd en jij steekt over, ligt het eronder. Ik had een ander perspectief. Ik ga de voetganger spelen. Okay? In dat scenario ben ik vaak de voetganger die nog even op zijn gsm zit. Gewoon omdat hij ziet dat de auto aan het aankomen is. En ik wil niet maar de ongemakkelijke... Maar je hebt voorrang. Ja, maar ik zie die aankomen. En ik denk van, gaat hij stoppen? Ja. En ik wil gewoon niet dat ongemakkelijk moment dat ik wil oversteken. En dat jij kerst snel moet remmen. En dat we dan bijna tegen elkaar zitten. En ik moet zeggen, sorry. Ja, dat is nog... maar als hij dan stopt, dan steekt hij toch over of blijft hij dan staan? Weet wat ik al gedaan heb? Ik ben eens verder gelopen naar het volgende voetpad. Het volgende zebrapad. Echt de straat verder. Gewoon zodat ik niet die interactie moest aangaan, die confrontatie moest aangaan met de auto. Echt? Ik heb
heel veel tijd verspild gewoon om niet dat ongemakkelijk moment te hebben. En ik durfde niet terug te draaien om een of andere reden. Ik dacht van, wat als mensen zien dat ik hier moet omdraaien? Maar ik snap niet, dat is toch niet ongemakkelijk? Als die doorrijdt, rijdt die door. En als die stilstaat, dan steekt hij gewoon over. Laura, mijn hoofd werkt soms anders. Zoals bijvoorbeeld, ik ga een bekentenis doen. Oké. Ik heb tegen u gelogen. Over? Niet vandaag. De vorige keer dat we elkaar gezien hebben. Over wat? Dat dit een keer die evil podcast was? Nee, dat waren niet mijn woorden. Toen wij elkaar gezien hebben, stond ik eigenlijk aan het verkeerde adres. Ja. Dat was heel toevallig dat we elkaar zagen. Ja. Maar ik stond daar, terwijl ik aan de andere kant van de stad moest staan. Ja. Ik was heel moe, ik moest rennen. En jij zei, lief als dat je waard, pak je snel nog een koffie. Daar is een koffiemachine. Jij lust geen koffie. Maar waarom... Laura wees mij het koffiemachine. Ja, ik wijs hem super lief het koffiemachine. Ik zei, er is gratis koffie hier. Ja. En ik zei, ah, top, ik ga dat doen. En ik wandel naar het koffiemachine en ik kijk totdat jullie buiten zijn. En dan ben ik ook gewoon naar buiten gewandeld. Maar weet je dat ik echt nog gedacht heb? Ah, die wandelde buiten en die had geen koffie vast. Weet je dat ik dat echt, nog gedacht? Ah, hij heeft toch geen koffie meer genomen. Ik weet ook niet waarom, maar iets in mij had dat opgemerkt. Ik ga je niet minder tof vinden omdat je zegt ik drink geen koffie. Dat is helemaal oké. Ja, dat moest gewoon even op mijn hart, dat ik dat even toch kon delen. Het is echt oké. Het is echt oké, maar ik snap niet, ben ik zo intimiderend dat je niet durft zeggen tegen mij, ah, dat is keilief, maar ik drink geen koffie. Ik heb weinig dat soort momenten, maar de vorige keer was het ook. Ik kan gewoon nog even een anekdote delen van ik die in paniek lieg. De vorige keer dat ik een vlucht wou nemen naar wherever, was ik mijn trip aan het vloggen. Dus ik was aan het vloggen in de terminal, aan de gate eigenlijk al. En ik sta op 10 meter van de ingang. Op het moment dat de gate open gaat, wandel ik verder en zegt de vrouw die daar mijn ticket scant, hey Ender, mag ik in de vlog? En ik zeg, ik ben niet aan het vloggen. Maar die had mij zien vloggen. Nee, ik ben niet aan het vloggen. Ja, maar ik had net mijn camera weggestoken en ik ben geen vlog aan het maken. En ik ben verder gestapt en 5 stappen verder dacht ik van, waarom heb ik dat nu net gezegd? En wou ik terugdraaien, maar dan was het ook raar, want dan omdraaien en tegen die zeggen van, sorry, ik heb net gelogen. Ik was wel aan het volgen, ik weet niet waarom ik dat gezegd heb. Ik heb echt gewoon gelogen tegen u. Dat is ook raar. Jij ligt echt in paniek. En dat is maar echt nu op korte termijn. Net om confrontatie te vermijden is. Ja, dat is echt gewoon de people pleaser in mij. En dat was nu niet per se people pleaser, maar bij u was dat echt gewoon van, ah shit, ik wil niet tegen die haar suggestie ingaan, want dat is eigenlijk wel een goed idee, maar ook die koffie lust. Dat is kei lief, maar dat is echt helemaal oké als je tegen mij zegt dat ik lust geen koffie. Dat had misschien wel een ongemakkelijk moment geweest, want ik had zo, dan. Ja. Ze hebben misschien ook thee. Dat is zo. Dat is zo'n moment geweest. Het is exact dat moment dat ik dacht van... We gaan ik ga die besparen. Net zoals verder lopen bij het zebrapad. Ja. Dat volgende zebrapad. Ja. Ah, ja. Dan moet ik jou ook misschien vanaf piepen. Ah, ja. Dat is wel grappig. Ik ben net iemand die dat ik hou van mijn confrontaties. Okay. Ik doe niks liever dan iemand confronteren bij iets. Ik vind dat altijd leuk. Zeker als mensen daar ongemakkelijk van worden. Trouwens. Nee, stel je voor. Stel je voor dat ik nu zeg, maar ik heb niks. Sorry. Ah, fuck, we vinden nog wel iets in de podcast. Nee, wat ik eigenlijk wil vragen... Ja. Je hebt niet gestudeerd. Nee. Heb je wel op het lager gezeten? Ja, ik heb wel iets gedaan. Okay. Wat was je favoriete speelgoed in het lager onderwijs? Playmobil en zo, Playmobil. Denk ik nog. Wacht jij dan meer Playmobil dan Lego? Ja, sowieso. Playmobil. Okay. Ja, sorry. Dan hebben we het foutje gekocht. Nee, niet dat we wilden horen. Want ik zou heel graag met u even met de Lego bouwen. Als dat oké is voor u. Wat gaan we bouwen? Dat zullen we nog wel zien. Oké. Is het oké voor u? Ja, is goed. Alright. Ilias, mag ik de vraag aan u stellen wat wij gaan bouwen? Denken jullie dat jullie een autootje zouden kunnen maken? Ja, er zijn hier wielen. Maar ik moet de vissen op de wielen nog. Ah, het is mijn vechten. Is het tegen echt tegen elkaar of moet je samenbouwen? Nee. Ah, het is tegen elkaar? Is tegen elkaar. Geef die wielen hier. Maak een transportmiddel. Een transportmiddel. Ah, goed, ja. Oké. Klaar. Oh, damn. Laura, ik ga... Ik als een vliegtuig? Hoe ziet je dat nu? Laura, ik garandeer je, als je dit al gaat indienen, dan ga je niet slagen. Moet het echt... Het moet wel... Ja, het is serieus, hoor, Laura. Ik denk dat het onder eerste was. Nee, het is onder het beste. Er is een tijdslimiet van nog een minuut. Ah, 1 minuut. Maar daarna is het gewoon onder eerste. Zoveel fancier gaan mijn vliegtuig niet meer worden dan zo op 1 minuut. We zijn nog altijd aan dat. Ja, ik heb echt een stom idee. Ik heb het ook nog maar net verzonnen, eigenlijk. Oh, ik heb hier echt het geduld niet voor. Dat is niks voor mij, Lego. Ja, ik heb echt een simpel ding gemaakt. Als de uitleg goed is, ik ga jullie wel ondertussen onder druk moeten zetten om... Is het tijd? Ja, ongeveer wel. Fuck, ik ben er echt nog goed in. Waar is de stok om die wielen op te zetten? Waar zou die zijn? Niet kijken, niet spieken. Ik zie al wat het is. Gewoon een skateboard. Het is een hoverboard. Ja, toch? Ja, een hoverboard is het vervoersmiddel van de Viners.
Die hadden allemaal een plank met wieltjes. Die in het beste geval ook nog lichtgaf. Dat is wel echt goed gemaakt. Shit. Dat is het simpelste dat je kon maken, denk ik eigenlijk ook. Ja, maar ik vind mijn vliegtuig ook wel geslaagd. Ja, honden, met propellers en al. We zouden er niet mee vliegen, doen, maar... Ja, dat ziet er betrouwbaarder uit, eigenlijk. Ja, het is ook geen super moeilijke. Jij kunt wel verder. Dus op dat vlak wint je sowieso. Ilias, dat is wel moeilijk. Het ding is, ik zou nooit mijn balans kunnen houden op zoiets. Dus ik ga sowieso voor het vliegtuig moeten kiezen. Yo. Ook omdat ik aan het strand wil liggen en niet op de grond. Dat is inderdaad. Dat is echt gewoon omdat jij die op de juiste positie gelegd hebt. Hoppakee. Op de juiste positie gelegd. Dat klinkt ook intens. Dat klinkt wel raar, maar... Ja. De juiste plek gelegd heb je niet even. Ik ga nog even een viner maken, maar dat was iets te veel moeite. Die SpongeBob. Dus, nee, halve SpongeBob. Het is een vierde van een viner. Anyway, ik vind het goed gedaan. Wat dat leuk is aan deze doos, we kunnen dit hergebruiken. Meestal maken we dingen in klei of zo, en dan is die klei eeuwig. Ah, ja. Is dat gewoon in die vorm. Dus het is leuk dat ik dat van u kan recyclen. Efficiëntie. Ja, ik wou niet zeggen dat ik het gewoon kapot kan maken, maar ik kan hergebruiken. Moet ik dat zelf doen? Dat dat... Want anders ga jij er weer over liegen. Ja, ja, ik heb dan nog dat staartje. Fuck. We hadden dat toch niet meer nodig, hè? Fuck, je hebt dat al kapot gemaakt. Nee, oké. Okay. All good, all good. Heb jij nog iets dat je graag wilt horen, Ilias? Nee, het is wel altijd interessant om te weten hoe de mensen hun zomer er gaat uitzien. Mijn zomer? Ik ben bezig met The Voice en The Voice Kids. Dus ik ga in de zomer nog vele workshoppen met mijn team en nog opnames doen. Tien om te zien komt terug deze zomer. Dat presenteer ik ook. En ik hoop dat ik daar ook mag zingen, maar dat zullen we zien. Mm-hmm. We zijn echt seizoen aan het opnemen ook. En ik heb nog wat shows ook. Altijd welkom om eens te komen kijken als je wilt. Waar zijn de shows? Het is verschillende plaatsen. Volgende week Zonhoven. En ja, ik weet het niet allemaal van buiten, maar toch nog een paar mallen. Dat is het dichtstbijzijnde nog bij Antwerpen. Ja, I would love to. Dat hè. Is in augustus. Met onze hoeverboard. Ja, we komen daar aangerold. Ja, maar echt waar. Altijd welkom. I would love to. Yeah. Cool. All right. Zonhoven. Daar was ik 2 weken geleden. Moest ik ook iets presenteren. En mijn eerste zin was... What up, Zandhoven? En iedereen, ja, Zandzon, ik snap het wel. Iedereen was eerst hyped en iedereen... En met je toen beginnen liegen? Heb je dan gezegd, ze hebben mij verkeerd gebriefd? Nee, zo hen gaslighten, zo 100 man zeggen van, jullie hebben dat fout gehoord. Ja, nee, jullie hebben dat fout gehoord. Jullie zijn in Zandhoven. Jullie zijn in Zandhoven. Ik weet niet wie dat jullie dat verteld heeft. Dit grasveld heet Zandhoven. Als je het lang genoeg volhoudt, gaan ze het nog geloven, denk ik. Of ze minst twijfelen. Als ze denken, what the fuck, mijn hele leven is een leugen. Ik doe dat als ik mijn tekst verkeerd. En dan doe ik dat met zoveel overtuiging dat ik zo fans zie twijfelen van oei, maar zijn wij nu fout? Nee, jij bent fout. En dan probeer ik dat echt met de volle overtuiging te doen, maar ja, nee, die zijn slimmer dan dat. Dan zie ik die al zo zien aan mij van, je hebt je tekst weer verpest. Gebeurt dat vaak? Ja. Echt? Ik heb dat wel vaak, ja. Oké. Wat raar is, want meestal heb ik die teksten zelf ook geschreven, maar toch, ja, af en toe, dat gebeurt echt zo blank. En dan zing ik ineens de tweede strofe in plaats van de eerste en dan zie ik zo die eerste rij kijken. Ja. Dat is echt goed, ja. Ik heb dat ook al gehad dat ik zo, het is aan jullie! Omdat ik het gewoon vergeet. Gewoon ineens blackout. En gewoon niet meer weten wat de eerste zin is van dat nummer. Maar wel nice, want ik heb wel echt de trouwste benden altijd vooraan staan die dat dan echt keiluid voor mij zingen. Dus dat is zalig, ja, they always save my ass. Zalig dat je dat kunt inderdaad. Dat je kunt zeggen, het is aan jullie en dat het niet stil is. Dat niet awkward is. Dat... Nee, dat klopt volgens mij niet. Ik denk dat mijn tekst is op dit punt van het nummer. Ja, dat heb ik ook al eens gedaan. Ik ben ook al eens beginnen discussiëren. Zo, nee, dat is ook niet juist. Ook goed altijd. Dat is wel leuk. Maar iedereen moest er dan wel mee lachen. En dan kan ik ondertussen verbergen. En alles volpraten tot aan het refrein. En daar weet ik meestal de tekst dan wel. Oké. Je hebt jezelf een beetje exposed hier. Van als ik aan het praten ben... Ik ken de tekst niet meer. Nee. Dat is wel leuk, dat je op die interactie doet. Ik vind dat ook... Elke show is anders, weet je wel? En ik vind dat ook net leuk dat zo is. Zo weten mensen ook dat live is en dat echt is. En ja, dat is gewoon... Ja, ik ben ook maar een mens. Ik maak fouten, heel veel fouten. De laatste keer ben ik gevallen. Maar zo niet met overtuiging gevallen, maar zo... Ik was gitaar aan het spelen tijdens een nummer en ik wou zo iets... Ik voelde mij even een superstar. Ik speel helemaal niet zo goed gitaar. Ik kan 3 akkoorden, maar ik denk dan altijd, oké, dit is mijn moment. Mm-hmm. En ik ging door mijn benen en ik verlies mijn evenwicht en ik val om. Oh. Maar dat zag er super lullig uit, want ik was ook maar zo ver van de grond. Maar dat was zo, toenk. Oh. Maar ik had de gitaar vast, dus ik kon ook niet meer recht. Mm. Dus dan heb ik in kleermakers iets, kampvuurgewijs, verder gespeeld. Dat zag er echt heel dom uit. Oh. Ja, dus, en ik kon ook niet meer aan mijn micro, want die stond er best op die, dus dat was, ja... Het is aan jullie. Ja, let's go. Oké, maar dan weten we dat. Dus in Malle
komen wij af, ja. Kennen wij al uw tekst. Ah, op het moment dat jij een fout maakt... Hè? Ik ga jullie ook testen gewoon. Hè. Het is alleen aan jullie. Jullie twee daar. Niet liegen. Exact. Hè. Dat moeten we doen. Heb jij dan nog iets dat je wilt delen met de wereld? Buiten het feit dat ik het echt super tof vond en dat ik het super leuk vind dat jullie mij hebben uitgenodigd, zou ik zeggen, als je mijn nieuwe single Bijt in Tijd Bijt nog niet gehoord hebt, ga hem dan streamen. Yes, sir. En kom in Zonhoven of Malle zeker eens af. Yes. Ja, voilà. Dat is super raar om jezelf zo te verkopen. Als jij het moeilijk vindt om jezelf te verkopen, zal ik de link van die nieuwe single in de beschrijving zetten. Ma, thanks. En wij zijn in Malle, dus als je met ons wilt komen zingen, ja. Met Laura. Misschien met Laura, ik weet niet of ze dat iets gaat weten. Kom die kant uit. We moeten nog een Twitter shout-out geven. Okay. Dus elke week kiezen we één persoon die mijn gepinde tweet op Twitter geretweet heeft. En die krijgt een paar stickers opgestuurd. €50 aan Zalando tegoed. En natuurlijk een shout-out in deze podcast. Maar ik ga dat ook doen. Goeie deal, toch? Ja, vooral voor de Zalando. Maar 100%. Nice, ja. Ja. Hier, dat vind ik cool. Wacht. Deze bio is... D/she/me rolling. Ik ben een luide woke wijf met een mening over alles. Ik hou van dino's en mooie luchtjes. Dus voilà, Lesbosaurus. Ik heb het al gezien. Lesbosaurus heeft volgens mij de stickers gewoon in het verleden, maar nog niet de nieuwe stickers en ook nog niet die Zalando te goed. Dus Nora zonder H. De stickers zijn voor jou. Stuur me een DM. Waarschijnlijk is je adres nog hetzelfde, maar stuur me nog eens een DM op Twitter. En dan stuur ik u alles op wat jij net gewonnen hebt. Thanks om hier te zijn, Laura. Merci dat ik mocht komen. Ik vond het echt heel leuk. Kapot warm, maar heel leuk. Eén laatste ding. Ja. Wij creëren een comment voor de mensen die tot dit punt zijn geraakt in de podcast. Echte mensen die tot het allereinde zijn geraakt, om te bewijzen dat ze tot hier zijn geraakt. Hoe doen we dat? Ik zeg een woord en jij mocht een woord zeggen tegelijkertijd. En dat is de comment. Een random woord. Random. Van alle woorden die er bestaan, mocht jij er eentje kiezen. Ja. Ja, ik heb keuzestress weer. Ik ga gewoon niet. Oké, ik heb iets. 3, 2, 1. Captain America. Schaakbord. Captain America schaakbord. Drop dat in de comments. Dat zijn ook zoveel woorden ondertussen. Ja, sorry, Captain America zijn twee woorden, maar ik zag dat schild staan en ik denk, ja. Dus drop in de comments. Captain America, schaakbord, als je tot dit punt in de podcast hebt geluisterd. En als dat zo is, thank you very much. Vond jij het een beetje leuk, Ilias? Ik vond het geweldig. Oké. Okay. Ja, ik had het strand, ik heb genoten. Hele podcast, gewoon chillende. Cool, nog eens merci om even te komen. Thanks. Thanks als je geluisterd hebt. Like, abonneer, al die goede shit is voor mijn ego heel goed. En tot volgende maandag. Peace.